Vandaag in Deventer Open Wereld staat een uitgebreide verslag van de Deventer Open manifestatie die plaats heeft gevonden op 4 november in de Deventer Schouwburg. We hebben een middag georganiseerd om aan de mensen in Deventer te laten zien dat er heel veel relatief kleine stichtingen actief zijn op het gebied van de millenniumdoelen in de wereld. Deventer is ook een millenniumgemeente, dus voelt zich daarbij betrokken. En we zijn hier met allerlei organisaties, hebben we laten zien wat we allemaal doen. En daarnaast hebben we gewoon een heel erg leuk programma georganiseerd, op touw gezet om het ook aantrekkelijk voor de mensen te maken om te komen kijken. En dan kun je denken aan een modeshow, debat met de zaal, een modelint door de stad, er komt nog een veiling. Dus we hebben echt geprobeerd om er een leuke bijeenkomst van te maken. Tijdens de manifestatie werd er ook een discussie georganiseerd door studenten van het Windesijn. Deze discussie had als onderwerp honger en armoede. If you think that you personally have done enough to fight hunger and poverty, please stay standing. If not, sit down. Well, first of all, let's give an applause to the ones of us who are still standing. Mijn hart ligt echt in Afrika bij die kinderen. En ik ben altijd zo blij als ik ze hoor of zie met de video, weet je, of met dvd dan. En nou, het is gewoon geweldig om dat werk te kunnen doen. En we hebben nu 345 kinderen. We hebben weeskinderen, we hebben zeg maar een weeshuis waar ze opgevangen worden, waar ze in een gezin wonen. Dan hebben we een kleuterschool, een gewone lagere school. En we hebben nu ook een middelbare school. Maar we hebben nog geld nodig, minimaal 15.000 euro, om een laboratorium en een bibliotheek te kunnen maken. En dan ook nog de rest voor boeken en leerspullen en dat soort zaken. En dus we gaan weer door Nederland toeren. Dit is echt een fantastische multiculturele stad en waar mogen we wel trots op zijn en dank aan alle vrijwilligers en al die organisatoren en zeker de gemeente Deventer. Dat is echt een dankwoord voor iedereen dat we hier mogen staan. Mensen komen kijken naar allerlei culturen, een modeshow, muziek, dus in geur en kleur. Deventer op dit moment is echt ongelooflijk kleurrijk. En dat laat zien eigenlijk dat andere culturen is alleen maar een rijkdom voor Nederland dan het is alleen maar last. Er zijn wel soms problemen en spanningen, maar het is eigenlijk uiteindelijk ten goede van de ontwikkeling van een land. Ons doel is het verbeteren van computeronderwijs in Congo. Ja, wij hebben computers, alle materialen nodig om die school naar Afrika te sturen. Juli 2013 beginnen wij met het bouwen van de school. Alle materialen is welkom bij ons, financieel helpen of advies, alles is welkom om verbeteren van ons systeem. Hey.
Ik ben hier omdat onze dochter mee geweest is vanuit de Kuno-groep in Badmen naar Rusland. En zij was gevraagd of ze hier mee wou lopen in de modeshow. En dat heeft ze dus ook gedaan. Dus dat was voor mij de reden om hier naartoe te komen. Maar ik vond het gewoon een hele inspirerende middag met al die mensen in verschillende kleding. Heel vrolijk stemde me dat. Om te zien ook de verschillende culturen. En dat zie je in de kleding ook heel goed. Vooral in deze tijd van crisis is denk ik iedereen helaas toch wel een beetje van nou, iedereen heeft zelf het geld nodig. Maar ik denk dat het zeker altijd weer nieuwe donateurs oplevert. En het is gewoon ook heel goed dat iedereen zich bewust doet dat zoveel Deventeraren en omgeving gewoon doen voor andere landen. En dat is denk ik heel goed dat het hier weer naar voren komt. Wij willen een promoten wat wie zijn wij. En wij willen ook een misschien, als het goed is, kunnen mensen doneren van onze stichting. En wat vindt u van de hele dag? Ik vind het leuk, behalve ja, de weer is in een beetje niet zo mooi weer. Maar toch veel mensen gekomen om te kijken en te kijken vooral in onze setting. Enkele studenten van het Vlier en het AOC in Twello zijn op reis geweest naar Oeganda. Tijdens de manifestatie presenteerden deze leerlingen wat ze daar allemaal hebben gedaan. We hebben verschillende projecten gehouden, sportprojecten. We hebben life skills gehouden, maar ook een klein beetje agrarische landbouw. Dit hebben we daar dus gedaan. En de mensen daar die zijn daar heel enthousiast over, heel blij dat wij dit doen. En ja, vrolijk. Ze vinden het fijn dat we dit doen. We gingen voedselpakketjes uitdelen. Die voedselpakketjes deelden we dan uit aan oudere vrouwen die bijna niks meer hadden. Dus de kinderen waren al overleden en ze waren heel arm. En daar zat dan een klein beetje zeep en een klein beetje zout in, dat gaf je aan hun. En die mensen die begonnen bijna te huilen van blijdschap als het ware dat wij dit deden en dat wij dit willen doen. Dat vond ik mooi. Ja. Nou, het ging om 1 uur open en volgens mij loopt het vanaf die tijd gewoon hartstikke lekker door. Je ziet rondom de kraampjes veel publiek. Op het moment dat de fashion show, het podiumprogramma aan de gang was, loopt dat minder. Nou, dat is ook prima, want dat betekent dat iedereen in de zaal zat. Ik denk dat dat toch wel zo'n tussen de 700 en de 800 mensen zijn geweest. En 2 jaar geleden is er ook een Deventer Open manifestatie gehouden. Ziet u verschil met deze manifestatie? Ja, ik was er zelf 2 jaar geleden nog niet bij betrokken. Maar van horen zeggen weet ik dat er toen 300 mensen zijn geweest. En dat er toen gewoon een wat rustiger programma nog was. Maar dat moet groeien. Dus daar hebben ze van geleerd. We hebben van vandaag ook weer dingen geleerd. En als we dit weer gaan doen, en dat is wel wat we heel graag willen, dan gaan we ook nog weer dingen anders doen. En we willen er eigenlijk een terugkerend evenement van maken in Deventer. Waar mensen van zeggen, van, nou, daar moet ik gewoon naartoe, dat mag ik niet missen. I think everything went really well, like we prepared it, and I haven't seen the fashion show yet, but I think I'm really excited to just look at it, because I think it's very nice, and the people just took it really nicely. And yeah, everything just went how we planned it. Op een dag als vandaag dus ziet hoeveel mensen er vrijwillig heel veel tijd, heel veel liefde, heel veel energie steken in hun eigen organisaties. En dat ik dat een heerlijk tegenwicht vind naar de soms toch wel wat kille maatschappij die zegt van nou laten we vooral alleen aan onszelf denken. En goh, we moeten misschien wel terug naar het niveau van 2007. En dan denk ik, ik heb het niet slecht gehad in 2007. En ik denk heel veel mensen niet. En daar wil ik niemand mee tekort doen die in Nederland. Want ook in Nederland hebben mensen het niet altijd even goed. Maar het overgrote deel van de mensen moet dus niet zo klagen. En moet ook openstaan voor de rest van de wereld. En dat vind ik wel een boodschap die we hier vandaag mogen uitstralen. There comes a time when we heed a certain call. When the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.